Er is behoorlijk rust. De werknemers zijn gemotiveerd, dus er is nu behoorlijk rust op de werkvloer, zegt Steve Geerlings, voorzitter van de OWAS. En dat is de EBS Werknemersbond. De leden van de bond zijn tevreden met het resultaat dat bereikt is, namelijk 500 SAD loonsverhoging vanaf deze maand. Aanvankelijk was de bemiddelingsraad ingeschakeld door de directie dat kwaad bloed zette bij de bond die een actie voor maandag had gepland. Het akkoord is bereikt door tussenkomst van raadsadviseur Ramon Abrahams en de voorzitter van de raad van commissarissen Patrick Pernoy. Algemeen directeur Rabin Parmeser is namelijk uitlandig. Geerlings legt uit dat er ook ingeleverd is door de leden van de bond. 3000 kilowattuur per maand aan stroom is teruggebracht naar 1500 kilowattuur. De werknemers krijgen hierop 80% korting, maar nu ook op basis van het tarief dat voor iedereen in het land geldt. Geerlings zegt verder dat er ook bewust is gekozen voor een verhoging met één bedrag. Wij als vakbond hadden met de mensen gesproken dat wij gaan voor één bedrag. Omdat wanneer je gaat procentueel, heb je dat de mensen die meer verdienen, meer gaan krijgen procentueel, hebben de onderlagen niet geholpen. We hebben hier gezegd, heb ik aangegeven, dat wij gaan voor één bedrag voor iedereen. Vandaar dat u ziet dat het 500 SAD is. Als we procentueel gaan werken, ga je hebben dat het bedrijf meer gaat kosten. We hebben als bond ook ingeleverd, omdat we ook luisteren naar de samenleving. We hebben hier een personeelstarief. Dat hebben we teruggebracht naar de helft. Ook qua TWK's, wat we moeten krijgen, hebben we dat gestationeerd. En we hebben uitkomst gekomen op die 500 SAD. Voor iedereen. Ook de kinderbijslag en studietoelagen zijn verhoogd. De andere toelagen zijn hetzelfde gebleven. Volgens Geerlings had de overheid 20 jaar geleden de subsidie moeten afbouwen en heerst er een misvatting hierover bij de werknemers en in de samenleving. We zijn nu in een moeilijk jaar 2016. Men bouwt subsidies af. Maar die subsidies waarover gesproken wordt in 2016, moesten al 20 jaar terug zijn worden afgebouwd. Dat moest gebeuren, maar geen enkele politieke partij is het geluk om dat te doen. En men was ook daarvoor bang. Want zolang je tariefaanpassing hebt, heb je dat wanneer er een gestemd wordt, dat je geen mensen aan je kant gaat krijgen. We zitten nu in een moeilijke situatie in het land. Vandaar dat wij als samenleving ook moeten gaan begrijpen dat we niet constant moeten gaan leven met subsidies van de overheid. Anders ga je land niet kunnen opbouwen zo. Dus er wordt afgegeven naar de IBS, maar u moet rekenen hoe de inflatie is voor iedereen. Ook voor de hardwerkende IBS'ers. Dus ze moeten hun geld krijgen waarvoor ze werken. Want als je dat niet hebt op de werkvloer, dan gaat men gemotiveerd te werken naar het bedrijf toe. Want bij de IBS moet u niet vergelijken als de voorgaande bedrijven. IBS is een high-tech bedrijf en hier wordt er echt hard gewerkt. Maak u een ronde op het erf, dan zult u zien hoe hard hier hard gewerkt. Hier is die 7-even. Hier is strak werken, discipline. Aldus Steve Geerlings is voorzitter van de OWAS, de vakbond bij de EBS. De leden van de EBS Werknemersbond zijn tevreden met het resultaat dat hij bereikt heeft, onder meer 500 SAD loonsverhoging ingaande deze maand.